Er moet dringend een oplossing komen voor de overlast die jongeren veroorzaken in Bliksembos en de Edisonbuurt in Woenselwest. Er gaat te veel echt mis: vandalisme, intimidatie, drugsgebruik. De jongerenwerkers van Dynamo kennen de jongeren. Zij zijn dagelijks met hen bezig. Maar voorkomen dat het misgaat, kunnen ze niet. En dat is teleurstellend. Ik ken ze persoonlijk, ik ken ook de leuke kanten van hun, ik ken de, ik ken de goede kanten van hun. En uh, ja, dan is het niet leuk om, om de jongens met wie jij samenwerkt om, uh, om, om te zien dat dat stukje uh, ja, dat dat dan in, uh, in, in het daglicht komt. Nee, absoluut. De oplossing is eenvoudig. Geef ze gewoon een eigen plek. In Bliksembos is er wel één, maar die is regelmatig dicht. En de Edison Buurt heeft niets voor jongeren. Dus laten we beginnen om te kijken: van oké, okay, zouden we voor hen een vaste plek kunnen creëren. Uh, waar zij terecht kunnen, waarin zij kunnen chillen, om, om het maar even zo te zeggen. En weet je, daardoor zijn ze bij ons ook in beeld. Dus als wij ze dan uh, uh, met ze in gesprek willen. en 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 en, en ja, weet je, positieve dingen met hen kunnen bereiken. dan is het ook makkelijker, omdat ze zijn bij je beeld, ze komen bij je en ja, dat, dat maakt het allemaal wel een stuk makkelijker. Ja. Als er een plek is waar ze naartoe kunnen gaan. wat ook warmte uitstraalt en ook de ruimte biedt, inderdaad. Ook... Om dingen te ontdekken en fouten te kunnen maken op die plek. dan denk ik dat ze zich welkom voelen. en vanuit, die wel, vanuit het welkom voelen. Uh, dat men zich ook vrij voelt om uh, te uiten. Toch is niet alles af te wentelen. op wel of geen eigen plek voor de jongeren in die wijken. Er zijn ook dingen die ongeruste buurtbewoners zelf kunnen doen. om de overlast van jongeren tegen te gaan, vinden deze jeugdwerkers. Ga het gesprek met ze aan. Ga het gesprek met ze aan. Uh, wat je nu krijgt is. is uh, uh, oud is, is boos. En, en misschien ook wel een beetje bang voor jong. En durft het uh, dialoog niet aan te gaan. En uh, jong uh, is ook een beetje schuil voor oud. Uh, en wat je dan krijgt is gewoon ruis. Ze, ze communiceren niet met elkaar. En daar zit voor mij, denk ik, als uh, persoon, maar ook als jeugdwerker, uh, de sleutel. Op het moment dat je de ruimte biedt aan elkaar, dat je niet. Uh, de voorwaarden hebt dat dingen gewoon perfect moeten gaan. Een samenleving maak je samen, is de insteek van Dynamo Jeugdwerk, en dat vraagt werk van twee kanten. Nou, uh, ik denk dat ze allemaal intern heel goed weten wat goed en slecht is, wat voor hun goed of slecht voelt, en dat dan niet altijd erkend wordt of misschien direct gezien wordt wat de gevolgen, uh, de rijkwijten van hun daden zullen zijn. Het zijn jongeren, ze doen. Heus niet altijd alles goed. En, en ja, we moeten gewoon gaan kijken van oké, okay, hoe kunnen we hun die richting induwen? Bij hun dat knopje, uh, ervoor zorgen dat dat knopje bij hun omgaat. En dat ze ook beseffen van, laten we, laten we zorgen dat de wijk uh, lekker leefbaar uh, gaat worden. En wat betreft de eigen ruimte voor de jongeren? Woningcorporatie Trudeau heeft laten weten dat als de jongeren echt iets willen in Woenselwest, ze op zoek zullen gaan naar ruimte.